Nou, daar staan we dan in Igwe, onderweg vanaf El Cebo naar de luchthaven. Er is blijkbaar iets kapot gegaan hier in de wagen van Blackie. En er is een monteur, is er druk mee bezig. We hebben daar bij het benzinestation even wat olie gehaald. Dit is het autootje wat Gorgen geleend had. En dit is Blackie's vehikel. Nou, we zijn hier gewoon nu bij een garage, zoals je ziet. Een heel geavanceerde garage. En hopelijk kunnen ze ons weer op tijd op de weg helpen. Hier zien we Hendrik, die gelooft het wel. Die is altijd echt super kalm. En mijn pa, die gelooft het ook wel. Owen die heeft misschien door dat we gestopt zijn, maar dat weet ik eigenlijk niet. En hier hebben we Matthijs, die heeft een lekkere cappuccino gescoord. Of campesino. Hier hebben we dus... En Blackie die vindt het allemaal heel interessant en Gorgen natuurlijk. Maar ja, we gaan het meemaken. Nou, er wordt nu in elk geval kundig wordt er aan het apparaat gewerkt. Het drukke verkeer hier... In Igwe moeten we straks nog een beetje uitzien te komen. En dan hopelijk zijn we op tijd om ons vliegtuig te halen.